Wie zijn die twee atletes die daar samen optrekken? Ik ben Marisa Hopmans, 28 jaar oud en ik ben hardloopster. Ik ben Veronica Jansen, ik ben 53 jaar oud. Marisa is een bekende hardloopster in West-Brabant. Je komt haar naam regelmatig tegen in de uitslagen. Veronica kwam pas met sport in aanraking na haar 40ste verjaardag. Wat was er zo aantrekkelijk aan? Ik ben ontzettend graag in de natuur, vandaar dat ik zo graag wandel en hardloop. Het ultieme gevoel voor vrijheid om lekker buiten te zijn. Marisa wist vele wedstrijden in de regio te winnen. En natuurlijk won ze ook weer de Bergse Monumentenloop. Veronica vreet kilometers. Waar denk je aan als we het over 2007 hebben? 2007 was een heel mooi jaar. Ik heb twee marathons uit kunnen lopen. Wat is voor mij het belangrijkste is. Ik heb twee Kennedy-marsen gelopen, dus 2x80 kilometer. Ik heb drie vierdaagses gelopen, waaronder in de Ardennen en in de IJzer bij de militairen. Ja, ik ben gewoon ontzettend graag buiten en ik vind het gewoon geweldig om het uit te lopen. Mijn beste prestatie van 2007 was het NK halve marathon, waar ik vijfde Nederlandse vrouw werd en in de tijd van 1 uur 18 minuten. Beide dames zijn voorlopig niet van plan om te stoppen, want hun verwachtingen voor 2008 zijn... Ik hoop 2008 net zo gezond en zoveel buiten te kunnen zijn als in het jaar 2007. In 2008 wil ik gaan pieken op de NK's en meer gaan richten op de landige afstanden. Marisa Hopmans is een gedreven en constant presterende Bergse atleet die regelmatig in de prijzen loopt. Veronica Jansen maakt andere mensen enthousiast om meer te bewegen door ze de mooie plekjes in de natuur te laten zien terwijl ze aan het sporten zijn.